Mijn allergrootste droom is om met mijn huis de wereld rond te varen. Wat is echt? Ik wilde reizen doen omdat ik eigenlijk altijd al een grote reis had willen maken. En met een boot kun je echt de allermooiste plekken op de wereld zien. En er zijn geen grenzen meer. Je kunt echt overal naartoe. Oh, je ligt. We gaan verslag doen van alle oceaan-klimaat-gerelateerde problemen. Ik wil dat mensen nadenken als ze een visje in de supermarkt kopen, of wanneer ze het strand bezoeken of gaan duiken op mooie plekken op de wereld. Dat ze nadenken wat voor rol de oceaan heeft in de wereld. Arjen en ik zijn op dit moment nog hele goede vrienden. Op een kleine ruimte om daar 2,5 jaar met je beste vriend op te wonen. Is best wel pittig. Het is absoluut niet iets waar ik tegenop zie. We hebben een ontzettend goede vriendschap. En, we gaan hele mooie dingen zien, dus daar word je alleen maar gelukkig van. Ze zijn gewoon overal. Ze zijn er zoveel. Fantastisch mooi. Ik ben Florian en ik ga de komende 2 jaar met mijn vriend Arjen rond de wereld zuilen. Naast alle hele vette tropische plekken die wij gaan bezoeken, gaan we ook kijken hoe mensen zich inzetten voor het behoud van onze oceaan. Windstilte op de Indische Oceaan, achtervolgd door haaien. We hebben een dikke storm, helemaal kut allemaal. We zeilen gewoon echt pal langs. In Australië, dan gaan we er gewoon niet heen. Zwaai alleen maar naar Australië. Dag Australië, dag. We hebben Australië gezien. De vrienden, de dolfijnen zijn er ook weer. We zijn in Singapore bijna. Alle boten komen volle bak op ons af. Morgen. Goedemorgen, ik word net wakker. En onze vriendelijke vriend, we hebben een nieuwe vriend sinds vandaag, sinds gisteravond eigenlijk. We hebben hem nog geen naam gegeven, hoe noemen we hem? Blauwsnaveltje. Blauwsnaveltje, gaat u mee? Ja, Blauwsnavel. Blauwsnavel. Dat is een flinke snavelnaam. Hij zat eigenlijk achter op het zonnepaneel gisteren en nu zit hij voor op een punt. Vindt hij een leuker plekje, denk ik. Ik wil niet even een bakje water geven. Ja. Een pakje melk of zo. Ik denk dat we best wel blij zijn met water, hoor. We moeten toch af en toe wel eens water drinken? Ja, hier. Lekker water. Hey. Oh, shit. Ja, het klinkt toch wel. Kokosnoot had ik voor en een bakje water. Kapitein Dirksen. We zeilen weer. Helemaal goed. Even ontbijt. Honderden dolfijnen, allemaal op jacht naar een lekkere fresh visje. Oh. Dat was een druppel op de lens. Na 13 dagen hebben wij eindelijk de Malediven in het zicht. En er ligt nog een mijl of 8 of zo voor ons. We hebben geen Maldivs geld daar. We hebben wel een creditkaart. Ah, ja. En op resort nemen ze creditkaart aan. Dus we kunnen even een kijkje nemen in dit mooie resort. Daar is het. 24 maart en Laura is daar. Ik heb haar net gebeld met de satelliettelefoon. En daar was ze heel blij om. En ik ook. En voor Laura en voor ons zijn wij iets lekkers voor bij de borrel aan het maken. Dus het ziet er heerlijk uit. Hyper de piep, hoera, hallo. We drinken in ieder geval een potje op je. Dus proost. Nou, we gaan even lekker een toastje erbij nemen. En we gaan even jouw verjaardag vieren, Laura. Malediven. Onze boot ligt hier achter. We liggen op een ander eiland dan
het hoofdeiland, omdat we daar niet kunnen ankeren, is veel te diep. Dus we moeten met zo'n ferrytje, zo'n bootje naar de overkant. We gaan nu met de ferry naar Ulomale. En daar gaan we de fabriek bezoeken van de visserij. Dus waar de vis binnenkomt en verwerkt wordt, die ontzettend mooi en duurzaam is gevangen. Vang je gewoon één vis tegelijk. En in plaats van met zo'n heel groot net waarbij je echt alles mee schept. En soms zitten er dan ook dolfijnen in die netten. En dat wil je natuurlijk niet hebben. Het is echt een hele grote tonijn. I would love to see an international foundation being formed to promote polling line fishery in the world. We want buyers in Europe to differentiate our tuna. A tuna caught using polling line and a tuna caught using fishing. We got to use natural resources in a sustainable way. That is an obligation for every human being. Where is it going? To Italy, Milan. Tonight. And the destination tomorrow morning. This tomorrow morning. The local time of Europe. So tomorrow morning people can buy this fish yes. In Europe. In Europe, exactly. Kijk, the Green Mouse with compliments from Horizon Fisheries. Wat doe je dan? Tuna in vegetable oil. Lekker tuna. Ze zijn wel echt heel lief. Even een paar haken in het water gooien en kijken of we wat lunch bij elkaar kunnen sprokkelen hier. Een goede jongen. Ja, kut! Ja? Ja. Nou, we hebben nog helemaal geen vis gevangen de afgelopen 2 weken, dus we dachten we trekken even een visje binnen, maar dat gaat ook nog wel lukken. Er zit genoeg. Kant op, man. Nou, hebben we een goed maaltje vanavond. Er staat weer wind, dus we gaan een stukje zeilen. Eindelijk, jongen, een paar dagen motoren is het eindelijk zover om even een flink zeil te hijsen. Ik was hier vanochtend aan het zeilen en er kwam een soort marineschip langs varen. En wij dachten dat we pas over een paar honderd mijl in het piratengebied echt waren. We weten natuurlijk wel dat het niet heel ver is van Somalië af. Ik denk 500-600 mijl zo van de kust. En die boot komt vol gas op ons af. Het is een soort oorlogsmarineschip, maar ook piraten die hebben wel eens van die high-tech boten. En nou, uiteindelijk bleek het toch een soort marine te zijn. Oh. Ik hoop echt van harte dat we niet de komende paar honderd mijl piraten tegen gaan komen. Maar dit is wel echt het gebied waarop het kan gebeuren en dat is niet echt een heel erg fijn gevoel.
zijn in Salalah, Oman. Het eerste land in het Midden-Oosten. Woehoe! En dit is de gele vlag voor de douane die we gaan hijsen, zodat ze kunnen zien dat wij hier nieuw zijn. Nieuwe zeilen en andere spullen voor de boot besteld en die gaan we hier in Oman ophalen. Bellow salami wa tahiyati ila ahalikum hanak dakhil Hollanda. Wa hna nas nahab ahl Hollanda. Hollanda yo okay. Smile Bangladesh. Wallah. So you have some sales for us too. Ja, wel hoor. Mooie nieuwe spullen en een nieuwe toplicht, drie kleuren en een witlicht. Een kabel voor de radar. En een Curaçao van onze vriend André, die schip aan het opknappen was, een oude radar gekregen. Die hebben we alleen nooit geprobeerd. Dus nu anderhalf jaar later hebben we een nieuwe accu erop aangesloten en hij doet het gewoon. Ik hoop echt dat het past, jongen. Spannend. Dikke soep. Roeren. Wauw. Ja. Het is namelijk zover, maar Florian heeft zichzelf gesneden en nu mag ik zijn heel hechten. Maar het is maar één hechting, dus zo veel spannend is het niet. En hij stelt zich een beetje aan. Deze kutsnede die ik nu aan het besmetten ben, die jij zo gaat hechten. Heb je hem? Stil aan. Nou, we gaan het allemaal goed doen. Hup, hygiënisch. Gat eromheen. Koekoek. Zo. Auw, 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 dokter. Ja, als je hem wegtrekt, trek je echt heel je voet open, hè? Dat snap je. Oh, man. Oh, dude. Fuck, dit doet wel echt pijn, jongen. Ja, man. Oh, je trekt gewoon vol je... Oh, je bent gek, jongen. Oh, dat doet zo pijn, jongen. Ja, dat snap ik. Ik dacht dat je er al doorheen was. Ja, dan moet je... Oh, dude, jongen. Ik gek. Nou, maar weg de vrouw eraan. Ik kan het echt niet hekten zo. Verdoof maar. Wat ben ik een mietje, jongen? Ah! Ja, ik ben echt een mietje, jongen. Thomas kan ik ook niet tegen. Ik heb een hele hoge pijngrens, maar... Ach, dat heb je normaal niet. Echt, jongen, mij niet over pijngrens gaan. Dat zou ik wel over vertellen. Je loopt hier echt een mietje, gewoon. Ja. Nou, knip af dat ding en verbanden. Uppakee. Klaar ermee. Goeie schaar, man. Mohammed. We vertrekken over een paar uurtjes naar de lunch richting Aden. Van Salalah naar Aden, de tocht die we gaan doen, staat wereldwijd bekend als een van de meest gevaarlijke piratengebieden. En gelukkig hebben we in Spanje en Sachastrit ontmoet, waarmee we gaan opvaren en binnen, in ieder geval in het zicht van elkaar gaan blijven, een paar honderd mijl lang. Zij krijgen privébewaking aan boord. Ik vind het nogal spannend. Ik weet in Nederland dat ik altijd geintje over maak over piratengebied, maar ik begin nu een beetje zenuwachtig voor te worden. En ik merk gewoon dat er spanning hangt bij iedereen die hier weggaat. En Ar is de radarreflector uit de mast aan het halen. Dus voorbereiding op piraterij. Dus de radarreflector die laat zien aan andere boten op de radar dat wij er zijn. En dat willen we juist niet.
gisteravond zijn Sascha Astrid en Spanje, de twee boten waarmee we opvaren, die hebben hun bewaking opgepikt. Dus die hebben privébewaking aan boord. Echt, kost een hele bak geld, dus wij zijn heel blij dat we met ze op mogen varen en dat we die, dat stukje veiligheid ook mogen hebben. We hebben echt dikke machinegeweren met hij weet niet hoeveel kogels. Ik heb nog nooit in mijn hele leven zo'n pistool afgeschoten, laat staan zo'n grote kogel. Dit is een Kalashnikov. Zo staat hij op safe. Eén standje naar beneden staat hij op één keer schieten, één kogel per trigger. En de onderste dan schiet hij, ik weet niet, een belachelijk aantal kogels per seconde. Ik heb voor nou, hè? Ja, ik heb iemand gehoord. Oh! Oh, fucking, ik hoor helemaal niks. Ik hoor alleen maar pief in mijn oren. Je ziet hem. Weer een safety. Nou, genoeg gespeeld. Ik hoop echt dat we die wapens niet nodig gaan hebben. Want we gaan nu vertrekken richting Jemen, dwars door het piratengebied heen. Maar echt met z'n drieën, hoor. Ja, dichterbij kan niet. En ik vind het wel gezellig. Het is echt lang geleden dat we weer met buiten zijn opgevaren. Yo, Ark, kom even kijken, man. Er komt een bootje op in Spanje af. What the fuck? Nou, ik kneep me flink. Ik denk, nou zijn we de Sjaak. Het was een vissersboot dat om water vroeg, zeggen ze. De achtervaart een schip met allemaal stralen water aan de achterkant. Dus dat zal antipiraterij zijn, dat ze niet aan boord kunnen klimmen daar. Echt een fontein van water. Ongelooflijk. Piratengebied, vlakbij Somalië, komt opeens weer een boot aan, midden in de nacht. We hebben geen licht aan, dus we zijn niet te zien. Maar elke keer als je motor in de verte aan wilt komen of lichten ziet of weet ik veel wat, dan is het toch weer spannend. Nu komt een schip echt vlak langs. De rug, het is gelukkig niks gebeurd. We hebben het overleefd, maar ik dacht echt even dat we gekaapt gingen worden door piraten. Ze bleven maar naast ons varen en ze gaven geen antwoord. En ik weet nog steeds niet wat ze nou eigenlijk wilden, maar ik ben heel blij dat er niks is gebeurd. We zijn in Eritrea. Ik zweep me helemaal kapot. Het is echt bloedheet hier in de woestijn. En ik denk dat dit een van de armste landen is waar ik ooit ben geweest. We zijn gewoon in Afrika. En dat is de eerste keer op deze hele trip. En ik denk ook dat het een van de laatste echt arme landen is die we gaan zien. Spelletjes, auto-onderdelen, telefoons, afstandsbedieningen, alles wat je nodig hebt. We zijn mogen binnenkomen even naar huis van iemand hier. Koffie aan het maken op een klein vuurtje. Ja? We gaan even kijken wat we zo hard doen. Loop maar. We zijn net de
poort uitgelopen en dit is de oude Italiaanse bank. En zoals je ziet, nu niet meer. Echt aan alle kanten kapot is gekomen. Welkom in Eritrea. Welkom in Eritrea. Die zat vast in een kluwe vislijn. En met de hulp van een paar andere gasten hebben we hem kunnen bevrijden. We did it, man! One happy dolphin! Dit is bijzonder. We hebben Flipper bevrijd. Dit is fucking brilliant, dat touched the dolphin. Ja, we liggen hier echt midden in de woestijn en deze komt dus een pick-up met wat locals aan en die hebben ons meegevraagd naar hun dorp. Dus we wilden eigenlijk vertrekken op naar Port Galip, Egypte, maar we blijven nog even een paar uurtjes om het dorp te bezoeken. We hebben allemaal cadeautjes, kleren bij ons, eten voor ze en ze zijn helemaal blij voor me. We zijn aangekomen. Tentenkamp, dit is echt iets wat je alleen in bladen ziet of zo op de televisie. Het is gewoon echt midden in de woestijn. Er zijn echt honderden kamelen daar. Twee tenten, een paar jerrycans en that's it. Ongelooflijk. Nomaden, ze komen uit Saoedi-Arabië en ze zoeken hier naar goud. Ze hebben echt helemaal niks. $100 is a lot of money for them, huh? For here? Or? Yeah. 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 We wilden gisteravond weggaan in het donker, maar het anker kwam niet omhoog en die staat nu echt zo strak naar beneden. En het anker zit blijkbaar helemaal vast in touwen en lijnen, dus we gaan nu eens naar beneden met twee messen en kijken of we het anker kunnen redden en weg kunnen komen. Het zat in ongeveer vier lijnen van alle andere boten om ons heen en een ander anker zat gewoon samen zo met z'n twee een zwaar anker omhoog getild, de ander eruit gehaald. Was de boot los? Ja, dan kunnen we toch wel naar Egypte. Op dit moment de golf van Suez binnen. Het is spannend, laatste stukje, laatste paar honderd mijl voordat we hier in Europese wateren zijn. Het Suezkanaal, de ingang. En we hebben er nog niet ingeklaard. Officieel hebben we een pilot nodig, maar dat doen we niet aan. Het kost allemaal weer geld, dus we gaan het proberen. We varen officieel op Middellandse Zee, want je ziet, het is hier een stukje frisser. Alles is kapot, alles is vies, alles is zout, alles is nat en we hebben het allebei helemaal gehad. Dit is echt afzien, dit is afzien, dit is gewoon echt niet leuk meer. Welkom terug in Nederland. Thank you.